Als er in Autoland nieuws is, zijn we er graag bij. En deze keer is er groot nieuws. De autoverkoop ondergaat grondige veranderingen. De horizon van de concessiehouder verbreedt zich en daarmee ook zijn actieterrein. Om deze nieuwe situatie te weerspiegelen, huldigde Dieteren Mobility Company op 17 april in Kontich de grootste concessie van het land in. Dit is het eerste Dieteren Mobility Center en deze flagship store is een primeur voor Europa voor de Volkswagen Groep, waar Volkswagen Audi, Seat Cupra, Skoda en Volkswagen Commercial Vehicles onder één dak verkocht worden. Gelegen langs de E19 Brussel-Antwerpen, de belangrijkste economische as in België, is de nieuwe site ook de eerste concrete uiting van de strategie van Dieteren Mobility Company. Het opzet, een synthese bieden van de know-how van Dieteren Automotive op het vlak van verkoop en naverkoop. En met uitgebreide expertise oplossingen te bieden voor de mobiliteitsnoden van klanten en bedrijven begeleiden bij de ontwikkeling van een autobeleid dat aangepast is aan de uitdagingen van morgen. Kennis delen staat centraal in de strategie van Dieteren Mobility Company. Dat de activiteiten en teams van Autonatiegroep, Brussels Autogroep, Dieteren Centers en Jennes samenbrengt. De opening van dit nieuwe Mobility Center in Kontich markeert ook het begin van de rebranding van de vier mobiliteitsgroepen. Tegen het einde van de zomer zullen de vier dezelfde naam dragen, Dieteren Mobility Center, en een nieuwe visuele identiteit uitstralen. Op al deze locaties, er zullen er 25 zijn, worden dezelfde kwaliteitsvolle service en een uitgebreide waaier aan mobiliteitsoplossingen geboden. Ook de 13 concessies van de luxe divisie Dieteren Luxury Performance maken deel uit van Dieteren Mobility Company. In het nieuwe centrum te Kontich ligt de nadruk op vlotheid en efficiëntie. Toegankelijkheid van de site wordt gegarandeerd door de ligging en een directe receptie met 5 rijstroken om de klantenreceptie te vereenvoudigen. Het principe van alles onder één dak geldt ook voor de werkplaats. Deze bestaat uit 32 bruggen, 5 receptiebalies en heel wat high-tech apparatuur met de focus op elektromobiliteit. En hiermee kunnen ze tot 30.000 mechanische reparaties en 2.500 koetswerkherstellingen uitvoeren per jaar. Deze technologische middelen dragen dan ook bij aan de ecologische ambities van het bedrijf. In Kontich is het gebouw zo goed als klimaatneutraal. Alles wordt verwarmd door warmtepompen en al het water van de 2 carwash-installaties wordt gefilterd en gerecycleerd. 300.000 liter wordt opgeslagen in tanks en 3.000 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak voeden de site en de 78 oplaadpunten. Een ultramodern gebouw voor een futureproof bedrijf.